Ieder jaar is er een grote actie Schone Maas van Maastricht tot aan Rotterdam. Ook IVN Romonde levert dit jaar weer een bijdrage aan deze actie. Op zaterdag 9 april wordt er zwerfafval verzameld op de sterk vervulde oevers langs de Maas in de Hansumerweerd, iets ten noord van Asselt. Iedereen is van harte welkom om mee te helpen. Meer informatie is te vinden op de website van het IVN. U kent dat wel. U bewaart vast te veel spullen en opruimen lukt niet zo goed. En wil je een overzichtelijk huis met alleen die spullen die je echt nodig hebt, dan ontkom je niet aan opruimen. Hulp nodig? Schrijf je dan in voor de cursus Duurzaam opruimen. Deze cursus wordt gegeven op donderdag 12 mei in de bibliotheek van Heidhuizen. Inschrijven is noodzakelijk, toegang is gratis en het start om half acht. Vrijdag 22 april organiseert de Oude Raad van de Basisschool in Torren weer haar halfjaarlijkse kledinginzameling. De kleding kunt u inleveren op donderdag 21 april van kwart voor twaalf tot kwart over twaalf en vrijdag 22 april ook van kwart voor twaalf tot kwart over twaalf. Locatie is café Dun Engel op Schoolstraat 20 in Torren. Wat kunt u inleveren en wat niet? wel draagbare kleding en gepaarde schoenen, huishoudtextiel zoals handdoeken, washandjes, dekens en kussenslopen en zachte knuffelbeesten. Niet zijn niet draagbare vervuilde of beschimmelde kleding en schoenen, werkkleding, snijafval, tapijten, vloerbedekking, dekbedden, kussens en hard speelgoed. Op dinsdag 26 april organiseert Mattie van Elze van 9 in samenwerking met Dieet en Leef en Fysiohalen halen een informatiebijeenkomst over een valpreventiecursus voor senioren in halen. U kunt zich opgeven voor zowel de informatiebijeenkomst als de cursus door een mail te sturen naar mathy@9.nl. Dit jaar mogen er weer vrijmarkten worden georganiseerd op koningsdag. Op 27 april vindt er een grote vrijmarkt in Maasbracht plaats. De vrijmarkt is van 12 tot 5 uur bij Zalencentrum De Speel aan de Suikerdoossingel. De inschrijvingen voor deelnemers zijn inmiddels geopend. Informatie hierover kunt u vinden op de website www.brach.nl. Bij slecht weer zal de vrijmarkt niet doorgaan. Altijd al eens willen weten hoe je het paneel van een grote geluidsinstallatie moet bedienen of hoe je een eenvoudig podium met allerlei lichteffecten kunt omtoveren tot een prachtig decor? Kom dan naar de workshop Licht en Geluid die wordt verzorgd door geluids- en lichttechnici Carlo Lensen en Wouter Raamakers. Deelname aan de workshop is gratis voor iedereen ouder dan 16 jaar. De workshop wordt gegeven in de Nasserie aan de Nassauplein 10 te gratis. En wil je meedoen? Stuur dan een mail naar kikmergraten.gmail.com Zaterdag 9 en zondag 10 april staat er iets bijzonders te gebeuren. Dan komen muzikale jongeren uit heel Limburg samen om muziek te maken en zich te laten inspireren en coachen door professionele jazzmuzikanten. Op zaterdag 9 april worden workshops en inspiratiesessies gegeven die jongeren wegwijs maken in de jazzmuziek en improvisatie. Het concert op zondag 10 april is toegankelijk voor het publiek. Het begint om 2 uur in het Openluchttheater Torn en tickets zijn verkrijgbaar via www.openluchttheatertorn.nl. En wilt u meer weten over dit bijzondere evenement, kijk dan op www.muutikbigband.nl.